2021. In aanloop naar de verkiezingen spreken we zoveel mogelijk lijsttrekkers bij Paradise. En we zijn alweer toegekomen aan de laatste, maar zeker last but not least, want aangeschoven is premier Eugène Ruggenaat van de PAR. Welkom. Hallo, bedankt voor de uitnodiging. Ja, we zijn blij dat u er bent. We gaan even snel door de voorstelronde heen. Wat is uw naam? Eugène Ruggenaat. Wat is uw positie op de kieslijst? Nummer 1. Omschrijf uw partij in 3 woorden. Integer, bestuurders en besluitvaardig. Dat is een woord, toch? Dat is zeker een woord. Omschrijf uzelf in 3 woorden. Jukorso, dat is 1 woord. Ja, oké. Okay. Familieman. Altijd op zoek. Dat is ook 1 woord. Ja, oké, okay, vooruit. Nou, ik keur hem goed. Op zoek naar waar naar? Dan kunnen we 1 woord misschien... Oplossingen, okay. Creativiteit, inspiratie. Ja, altijd op zoek naar iets nieuws. Oké, okay. Dan gaan we door naar de weer korte vragen. De dampende dilemma's. Want ik wil u vragen om zo beknopt mogelijk te beantwoorden. Dat is lastig voor politici, merken dat we vaak. Ik, ja. Maar ik wil u toch vragen om het te proberen. We hebben een vragenlijst die we soms laten terugkomen. Sommige vragen zijn weer voor elke politicus anders. Deze hebben we dan voor een aantal partijen al gesteld. Sluit u op voorhand partijen uit om mee in een coalitie te zitten? Nee, niet... Nee. Nee. Wat is het grootste probleem van Curaçao op dit moment? Vertrouwen. Zijn er dingen die u achteraf gezien anders had gedaan als premier de afgelopen jaren? Meer communiceren met het volk. En kunnen we ons eigen land financieel staande houden? Nu niet, maar op den duur wel. Dat moet een streven zijn. Gaat Curaçao ooit volledig zelfstandig kunnen draaien of moeten we dat niet ambiëren? We moeten dat ambiëren. Met zelfstandig draaien bedoel ik eigen verantwoordelijkheid. Niet dat dat bedoelt... ik bedoel niet onafhankelijk. Ik geloof om nog steeds deel van het koninkrijk te zijn. Oké. Is er veel corruptie op het eiland? Er is corruptie overal. Het is een probleem. En daarom is integriteit voor ons heel belangrijk. Ja, maar veel corruptie in die zin, ja, veel meer dan in andere landen, dat durf ik niet meer te zeggen, nee. Okay. U bent ook lange tijd minister van Onderwijs geweest. Is het huidige onderwijsniveau op Curaçao voldoende? Nee, dat is het niet. Kwaliteit moet, laat ik zeggen, op een hoger niveau, maar ook op hoger niveau voor alle scholen, want je hebt hier veel verschillen. En het moet moderner, iets van de 21ste eeuw en voor een nieuwe economie, een nieuwe samenleving. Heeft dat bijvoorbeeld ook invloed op het aantal talen dat gesproken wordt? Of maakt dat ze niet uit daarin? Het heeft nu wel invloed. We waren altijd sterk. Ik ben geen goed voorbeeld, maar in meerdere talen spreken. Dat is nu achteruit gegaan. En vandaar dat het beleid van de regering en de ministerie van Onderwijs is weer meertaligheid bevorderen op school. Dan de laatste. Als u moet kiezen, de weg naar uw huis zit altijd vol met gaten, of loopt elke week 1 dag net zo vol met regenwater als vandaag? En de meeste slechte wegen dan, hè? Niet de beste. En wat moet ik kiezen? Of de weg naar uw huis zit altijd vol met gaten, of 1 dag per week loopt die heel erg vol, zoals op bijvoorbeeld Zeelandia vandaag. Geef me regen. Ja. Oké, duidelijk. We gaan dan door naar uw muzikale keuze. De kandidaat. En zijn plaat. Welk nummer mogen we voor u draaien? Coldplay. Volgens mij heet het Fix You. Maar het heeft te maken met licht en hoe licht jij de richting geeft om ons allemaal beter te maken. Mooie introductie ook. We gaan er zo meteen nog even op terugkomen. Eerst luisteren naar dit prachtige nummer van Coldplay. Premier Ruggenaat is bij Paradise en wilde graag Fix You horen. Fix You. Coldplay. En Fix You, de keuze van Eugène Ruggenaat van de PAR vandaag te gast. Waarom deze? Nou, ik ben sowieso Coldplay fan. Ja? Deze heb ik afgelopen maanden de live version een beetje. En ja, het doet iets met je. Het, zoals het zegt, light will guide you. Maar ignite your bones om toch door te gaan. En te blijven proberen. En dus ik kreeg wel inspiratie van. Ja, het is een beetje een lijflied geworden voor u ook de afgelopen periode. Ja. Ja. Zeker in deze campagne. En we hebben net wat dilemma's doorgenomen, om het zo maar te zeggen. Eentje hebben we aan meer partijen gevraagd. Namelijk of u
partijen uit zou sluiten voor een samenwerking in een coalitie. U heeft gezegd van niet, maar er zijn een hoop partijen. Trabalpa Corsao, Uncorsao, Dino Stoer, de MFK en ik geloof nog een aantal die niet zouden willen samenwerken, of in ieder geval op deze kruk hebben aangegeven niet te willen samenwerken met de PAR. Ziet u dat als een belemmering? Nee, ik zie het niet als een belemmering. Ik vind het jammer, want ik denk dat dit een hele belangrijke verkiezing is. Er zijn nieuwe partijen, nieuwe gezichten. Dus eigenlijk wil je meer participatie. En daarom zijn we in de eerste plaats, respecteren we de uitslag. Natuurlijk weten we van enkele partijen dat het moeilijk wordt om samen een regering te vormen. Bijvoorbeeld partijen die zeggen van nee, die samenwerking met Nederland en die Rijkswet, die COHO en landspakket, dat gaan we heronderhandelen of we willen het helemaal niet. Dat wordt voor de PAR heel moeilijk mee te werken. Natuurlijk kijken we ook naar de inhoud van de programma's. Maar in deze verkiezing was onze inzet van nee, laat het volk beslissen. En dan zien we gebaseerd op het resultaat met wie we aan tafel gaan zitten. Als wij in ieder geval de kans krijgen om weer een regering te vormen. En dat het laat het inhoud eigenlijk bepalend zijn. Veel nieuwe partijen noemen bijvoorbeeld dat ze vinden dat de huidige regering te veel naar Nederland luistert of naar de pijpen van Nederland danst. Hebben ze daarin een beetje gelijk misschien? Nee, daar hebben ze geen gelijk in. Wel hebben ze gelijk als zij bedoelen dat wij geloven in samenwerking met Nederland. Dat wij geloven in de kracht van het Koninkrijk. En wij en ik, toen ik ben aangetreden als minister-president, heb voor mij als doel gesteld dat wij weer willen investeren in de relatie, dan geef ik ze gelijk. Maar we zijn een antiloopland, we hebben onze eigen verantwoordelijkheid en daar sta ik ook voor. En in die zin, doen wij niet wat Nederland zegt, per se. Wel zoeken we elkaar op. Het is wel zo dat in onze huidige realiteit, waar wij afhankelijk waren van financiering van Nederland, dan kan je wel verwachten dat Nederland, beschouw het even als bank, wel voorwaarden kan stellen. En wij hadden geen ander alternatief. Dus dat is onze realiteit. Maar daarom heb ik als minister-president ook gezegd, we moeten werken naar meer eigen verantwoordelijkheid dragen en uiteindelijk financieel-economisch minder afhankelijk te zijn van Nederland. Of zelfs onafhankelijk worden van Nederland financieel-economisch. Is er echt geen alternatief? Sommige partijen zeggen nou, de maatregelen die Nederland noemt, die zorgen er zo voor dat onze economie eigenlijk nog slechter wordt, dat we misschien beter bij een bank of een alternatieve oplossing kunnen zoeken voor een lening. Ja, in eerste instantie waren wij ook tegen de maatregelen van Nederland met de tweede tranche en toen met de CHEE, laat zeggen de eerste concept, ja. Rijkswet en zeker de manier waarop, dat wij in 4 dagen moesten beslissen. Laat zeggen dat het voorwaarde was verbonden aan financiering voor de crisis. Daar waren we niet mee eens. Aan de andere kant is er ook geen alternatief. Als je kijkt naar financiering, en ik denk dat zustereiland Aruba dat heeft geprobeerd. Er was geen appetite, niet lokaal en ook niet internationaal. Betekent ook dat je niet ook veel moet financieren, maar tegen een hele hoge rentelast, bijvoorbeeld 6% op de markt op dat moment. Ook gezien de creditrating van de landen. Dus ja, er is gewoon beter. En de financiering moest meteen komen. Er waren plannen van we kunnen, want wij, moet ik zeggen, toen wij zaten met, ja, laat zeggen, een geschil met Nederland. Of laat zeggen, we hebben de voorwaarden niet geaccepteerd. Hebben wij een commissie ingesteld om te kijken naar alternatieven. En die alternatieven waren meer gebaseerd op investeringen die moeten gedaan worden. Misschien met de lokale financiering van financiële instellingen. Maar dat rendement, dat duurde jaren voordat wij iets terugkrijgen. En we hadden meteen, en als we kijken naar het aantal, de financiering van vorig jaar is 670 miljoen gulden. Ja, dat krijg je niet zomaar bij een bank. Dat is gewoon onrealistisch en zeker niet tegen 0% financiering. Dus dat was het beste voor de gemeenschap en ook voor de toekomst.
En het is ook zo dat wij binnenkort dit weer moeten gaan bespreken. Gezien dat de leningsquota op dit moment 100% is van ons bruto binnenlands product. En ja, daarvoor heb je een goede een relatie met Nederland. Je hebt vertrouwen nodig. En de vraag is dus ook aan die partijen die niet met Nederland willen werken. Ja, wat is de oplossing? En die oplossing heb ik nog niet gehoord. En komt dat vertrouwen met de coho terug, denk u? Ja, het is iets dat wij moeten opbouwen. Ik moet zeggen dat in mijn eerste gesprek met premier Rutte, toen ik premier werd, heb ik gezegd, ik wil een nieuwe invulling in die samenwerking met Nederland. Langere termijn invulling. Ook met samenwerking, investering en technische ondersteuning op andere gebieden wat voorheen was. Bijvoorbeeld voorheen was nadruk op financiën en rechtszekerheid, maar niet op onderwijs, niet op economie, niet op zorg. Dat is nu deel van het landenpakket wat verbonden is aan de COHO. Dus het is een nieuwe manier van werken en ik kan meegeven of ik kan delen dat in de praktijk je ziet dat de landen nu van elkaar leren. Dus het is ook een manier van werken dat met de tijd het vertrouwen terugkomt, wederzijds begrip. En ook dat men kijkt naar onze eigen oplossingen. Want dat hebben we ook, laat zeggen, verduidelijkt in de kogel, in de tekst van de Rijkswet. Dat de landen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van hun hervormingen. En niet Nederland. Ja, we zitten nu wel in een lastige situatie natuurlijk. Het lijkt een beetje alsof er niet meer een mooi vooruitzicht is op dit moment. Het leek even goed te gaan. Nu zijn de besmettingen weer flink aan het stijgen. Moeten we nog hardere maatregelen nemen op korte termijn? Nee, hardere maatregelen, COVID gezien, korte termijn hoop ik niet. Maar ja, we zitten wel met stijgingen van vandaag hadden we 100 positieve gevallen. Ja. Het gaat snel, met name door de UK variant, dus de variant van de COVID-virus uit de VK. Er kunnen ook anderen komen, dus het is een beetje onzeker, maar ik denk dat de maatregelen en de snelheid waarmee we de maatregelen treffen. Binnen enkele weken hopen we dat het weer minder is. Mm-hmm. Weer onder controle is. Ja. Dus we hopen eigenlijk juist een lockdown te vermijden door tijdig en snel met maatregelen te komen. Want het heeft ook een economische impact. Als je denkt aan de horecasector, de casino's en zeker nightlife, dat nu een jaar plat ligt. Ja. En we waren juist in gesprek met bijvoorbeeld mensen met nightclubs en bands om te kijken hoe kunnen we beetje bij beetje weer nightlife terugbrengen. Dat is nu weer even aangehouden. Ja, is er een soort van planning waarin er meer moet gaan kunnen? We zijn natuurlijk bezig met het vaccinatietraject. Ja. U bent zelf al gevaccineerd. Ja. Is er daar een lijn in te zien waarin we kunnen zeggen, ja, op dat moment kan er weer wat meer? Ja, dat is juist de planning. Dat we binnen, ja, de planning origineel was om per eind juni grotendeels van onze bevolking te vaccineren. Dat betekent dat je meer weerbaar bent dan tegen de virus, maar ook als bevolking de herd immunity, zoals het heet. Zodat wij toch wat normaler met elkaar kunnen omgaan. En vandaar is ook, ik vind die logo heel mooi. Die wij nu gebruiken, ontwikkeld door lokale young professionals. We willen elkaar weer omhelzen op een dag. En dat is eigenlijk kern van de boodschap ook. En de motivering. Maar de planning mensen was eind juni, zegt u. Dat is al niet meer haalbaar. Nee, dat is nog steeds haalbaar. Okay. Het is natuurlijk, het hangt vanaf hoe snel men blijft registreren. En ook de aflevering of de levering van de vaccins. Dus ja, het is nog de intentie om tegen de helft van het jaar het grote deel van onze bevolking. We leren ook meer hoe de vaccinaties gaan in andere landen. Maar je ziet bijvoorbeeld Israël die een groot gedeelte van hun volk heeft gevaccineerd, weer een beetje normaal leven heeft. Je ziet het zelfs een beetje in Amerika en andere landen. En voor Curaçao,
voorlopig moeten we toch zorgen dat wij op afstand blijven. En voor onszelf zorgen. En zorgen dat er geen verspreiding is. Maar we hopen dat tegen de derde kwartaal dat wij minder maatregelen hebben en het leven weer een beetje normaal is. Goed. We gaan zo meteen verder praten. Even naar het nieuws van 5:30. Zometeen gaan we het hebben over het CMC, de wegen. En ook de kettingvraag van de Minky Royer komt zo meteen aan bod. Dus bereid u vast voor. Crowded House hoor je inderdaad nieuws. Zie jij door de politieke bomen. Ik hoop niet dat dit het weer is wat u altijd meeneemt als u op bezoek komt. Crowded House is uit Australië, toch? Ook best vaak mooi weer. Ja. Weather with you en Eugène Ruggraat van de PAR nog steeds gast. Statenverkiezingen 2021. Nou, over het weer gesproken, daar heb ik ook gelijk een vraag over binnengekregen. Rolf die vraagt namelijk, wat gaat u doen aan het slechte weer en de wegen met het afwateringsprobleem? Ja. Dat is inderdaad slecht. Ik moet zeggen, de afwateringsprobleem, dat hebben we, of minister Zita Jesus Leitu heeft een ander onderzoek laten doen met de UN Agency. Anyway, een projectmanagementbureau van de Verenigde Naties. Ik weet de naam eventjes niet. Die hebben een onderzoek gedaan, een hele plan gemaakt hoe we dat kunnen verbeteren. En het is inderdaad niet alleen afwatering, maar ook waterzuivering. Dat wij, als ik het goed kan herinneren, alleen 16% van vuilwater echt zuiveren. Daarvoor is er een plan gemaakt hoe je dat kan verbeteren. Maar voor de infrastructuur zelf, als we kijken naar wegen enzovoorts, denk aan Jantiel, denk misschien weg naar Bandenbouw. Uh-huh. We moeten een infrastructuur hebben die groei toelaat. Dus dat groei faciliteert, want wij geloven dat het belangrijk is dat we op een gecontroleerde manier met een actieve migratiebeleid onze bevolking doet groeien. Maar als we even kijken naar de wegen, want het is natuurlijk wel echt heel slecht. En als we nu door bepaalde gedeeltes rijden, ja, je komt er bijna niet doorheen. Nu is slecht en vooral omdat de afgelopen jaar of twee niet genoeg onderhoud is gedaan. Vooral vorig jaar omdat wij in liquiditeits problemen hadden in verband met de COVID, is er niks aan onderhoud gedaan. Afgelopen maand of twee heeft Zita een noodplan en financiering geregeld. Ja. En je ziet hier en daar dat er wat gaten opgevuld worden, maar dat is nog geen onderhoud. Nee. Vandaar dat wij in het landenpakket met Nederland ook als thema gebiedsontwikkeling hebben. En is er een bepaald soort weg dat ons klimaat aan kan? Want het is natuurlijk, ja, kijk, de ene dag brandt de zon alles weg en vandaag wordt alles door de regen weggespoeld. Ja, daarvoor moet ook onderzoek. Ik weet niet, ik denk dat het onderzoek is gedaan. Ik zou zeggen dat wij op den duur moeten kijken naar beton. Het kost wel heel veel, maar het gaat wel langer. Ik heb bijvoorbeeld in Miami gestudeerd. En daar zijn de meeste wegen wel beton en niet het asfaltdek dat wij hier kennen. Het is flinke investeringen. En vandaar dat nogmaals de gebiedsontwikkeling in het landenpakket, een wegenplan dat nu in voorbereiding is, niet alleen voor onderhoud, maar upgrading en voorbereiden voor groei, zodat wij situaties van Caracas Byweg enzovoorts vermijden. We hebben samen met de TNO van Nederland, het heet een Digital Twin. Het is een model waar wij samen met de UOC, samen met TNO ook kunnen scenario's kunnen maken van hoe bouw je uit, hoe bouw je je infrastructuur uit. Wat ik ook kan zeggen is, niet alleen, want ja, we hebben het vaak open in Nederland, dat is heel belangrijk, maar het COHO en het landenpakket, dat brengt ook vertrouwen. Daarom had ik het daarnet over vertrouwen. We spraken laatst een hele grote aannemersbedrijf die is aan het kijken naar kansen voor ontwikkeling op Curaçao, maar die zegt ook, die wilt samen met de regering helpen meedenken aan financiering. Maar natuurlijk is het wel belangrijk, dit is in dit geval een Nederlands bedrijf, dat het vertrouwen tussen de landen en de samenwerking tussen de landen doorgaat. Want gebaseerd daarop kunnen zij ook meer risico nemen als bedrijf om de regering met financiering te helpen om sneller, laat zeggen, onze infrastructuur te verbeteren. En u zegt sneller. Op welke termijn moeten we dan denken dat we een beetje normaal
over straat kunnen rijden. Is dat weer binnen een regeerperiode, laten we zeggen 4 jaar? Dat kan binnen een regeerperiode, zeker als het gaat van onderhoud. Groei, ik denk dat dat wel ik denk dat dat wel langer dan 10 jaar zal nemen. Maar dat moet samengaan met een visie van ruimtelijke ontwikkeling, huisvesting van je bevolking en bevolkingsgroei. Dus gebaseerd op de data-analyse, de digital twin model dat ik heb genoemd, dan kan je plannen. Uh-huh. En dan kan je ook je investeringen eigenlijk onderbouwen. Van waarom, bijvoorbeeld, als wij genoeg indicatie hebben dat de bevolking op bandenbouw gaat verdubbelen binnen 10 jaar, dan kan je onderbouwen waarom de regering dan investeert in het verbreden van de weg naar Westpunt, om iets te noemen. Ja. Oké, ik ga even door naar een volgende vraag van iemand die ook al lang op geld zit te wachten blijkbaar. Kan de MP een termijn aangeven binnen welk tijdsbestek de afwikkeling van de Girobank gedaan zal zijn? Deze week? Deze week? Hij zegt, ik ben zelf gedupeerd. De besluitvorming is rond. Dat is iets dat wij hebben onderhandeld toen ik in oktober was. Het was wel in voorbereiding, ministerie van Financiën, Centrale Bank met het ministerie van Financiën in Nederland. Ik heb gesprekken gevoerd met minister Hoekstra toen ik in oktober in Nederland was. Die heeft wat eisen gesteld, als je het zo kan noemen. Dat heeft te maken met de toezichtfunctie van de centrale bank, verbetering of versterken van onze bancaire sector. En ook een onderzoek dat gedaan moet worden in wat heeft geleid tot situaties zoals de Giro en de INIA. Dat loopt allemaal. De financiering is ook rond. De laatste overeenkomsten die worden echt op dit moment getekend. Dus we hopen dat uiterlijk volgende week de deposanten, dus de cliënten van de Giro, weer over hun fondsen kunnen beschikken. Nou, dat is in ieder geval goed nieuws voor de Erwin dan. Bedankt voor het verheldende antwoord voor hem. Laten we even naar wat andere topics gaan in de vorm van de kletspot. Je hebt hem misschien al zien staan. Er zitten allemaal grote pot met willekeurige onderwerpen. U mag er eentje gaan voorlezen. Laten we zien of regen geluk brengt. Out of the box thinking. Welke nieuwe economische tak zouden we heel succesvol kunnen maken op ons eiland? Oké, een out of the box. Nou, ik geloof in de digitale economie. Ik denk dat wij veel potentieel hebben nog qua alles wat ermee te maken hebben. Vanaf de datacenter tot softwareontwikkelaars. Maar zelfs wat ik in Miami heb gezien, toevallig. Ik was daar als delegatieleider voor een koninkrijksmissie in Miami. En we hebben daar de Miami Dade bezocht. Een programma die heet Magic voor digital animation. En voor de jeugd was dat een 2 jaar programma. En daar las ik gebaseerd daarop. Want na 2 jaar kunnen ze echt animation maken. Mm-hmm. Digitale films enzovoorts. Dus Nickelodeon kwam. Apps is nu wat apps rule. Mm-hmm. Dus ik denk dat daar we heel veel groeipotentieel hebben. En we hebben lokale bedrijven die zich hebben georganiseerd om te exporteren. Gezamenlijk. Dus je kan het vergelijken met voor toerisme hebben we Chata. Voor de IT-sector, ze noemen zichzelf Simia. En dat zijn bedrijven die al exporteren in Colombia, in de regio, maar ook Singapore. Dus die potentie is er. Misschien is dat niet heel out of the box. Maar wel iets nieuws wat de nieuwe generatie en jongeren aanspreekt. Hebben we daar de juiste communicatiemiddelen voor? Ik bedoel, ik denk dat nu heel veel mensen zeggen, ja, maar UTS en Flow laten het heel vaak afweten. Moet je dan les krijgen terwijl de stream de hele tijd uitvalt bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat met meer gebruik, en zeker als we het hebben over smart city concept, waarbij technologie gebruikt wordt voor bijvoorbeeld e-health, elektronisch, meer digitale van gezondheid en in de zorg. Daar zijn we mee bezig. Dat is ook deel van de uitvoering van het landspakket hervorming binnen de gezondheidszorg om de kosten te verlagen, maar met digitalisering,
dat het er een betere dienstverlening. Als er meer gebruikt is, dan is er meer investering in infrastructuur. Hebben we ook betere service. Maar laat zeggen, voor communicatie hier met buitenland hebben wij juist overcapaciteit. Dus de kabels die naar Curaçao komen. Dus het is meer in het investeren in het lokale netwerk. En ja, ik weet dat er issues zijn met Flow. Zou het een oplossing zijn als we meer partners toelaten op de telecommunicatiemarkt? Nee, maar het is vrij. Dus de BTP, het beleid is dat er licenties kunnen uitgegeven. Dus we geloven in marktwerking. Is daar interesse in? Weet u dat toevallig? Ik weet niet of Curaçao groot genoeg is. Dus ik ga weer naar waarom ik denk dat Curaçao eigenlijk... dat wij moeten werken aan een gecontroleerde... migratie hier naartoe, kennismigranten, start-up companies, investeerders, academici. Dan heb je ook meer gebruik en dan kan je meer, laat zeggen, meer geïnteresseerde partijen naar Curaçao halen. Maar ja, dat is een dynamische. Want als je eenmaal een vast netwerk hebt, dan krijg je ook meer diensten. Dus we hebben nu 2 providers, maar niet dat dat het beleid is van het land. Nee, we geloven in marktwerking en concurrentie. Goed, we gaan even door naar een ander onderwerp. Het CMC. We hoorden dat er flinke financiële problemen zijn. Ja. Hoe denkt u dat te kunnen oplossen? Het is op te lossen. Het CMC financiering issue heeft te maken aan de ene kant met... Ja, aanloopkosten. Je had een nieuw hospitaal gebouwd. Ze moesten nog een tijd nemen om op te starten. Dus trainingen. Dus je had hogere kosten in het begin. Een andere gedeelte heeft te maken met de COVID. Niet dat wij COVID alles de schuld moeten geven. Nou ja, het ziekenhuis heeft het wel een grote invloed natuurlijk. Ja, maar het ziekenhuis in dit geval... door de COVID, vooral tijdens de lockdown... als ik het zo kan noemen, veel reguliere... zorg en bijvoorbeeld operaties enzovoorts, die zijn tijdelijk gestopt. Om capaciteit te reserveren voor COVID-patiënten. Dus dan mislopen ze aan inkomsten. Maar aan de andere kant moeten we nog steeds werken om kosten te drukken. Daar is er een oplossing voor al. Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de hospitaals in de regio. Dus Sint Maarten, Bonaire, Aruba. Om samen te werken, zodat we niet op alle eilanden dezelfde specialismen moeten hebben. Ook samen te werken met een centrale inkoop, zodat de kosten bijvoorbeeld voor materiaal, medicijnen lager zijn. Dus we hebben een beetje een overbrugging nodig. En CMC is aan het werken aan kosten verlagen qua efficiëntie, bijvoorbeeld utiliteitkosten, groener, meer duurzame energie. De regering heeft een project gesteund, ook voor deep sea water cooling. Een zwak project, dat komt op Sakito. Dat gaat ook gebruik maken van de temperatuurverschil in het water in de zee. Koeling leveren onder andere aan het hospitaal. Dus ik denk dat wij een financiering moeten regelen voor een overgang... En de acute probleem is ook ontstaan door, ze noemen het zorgbudget. Eigenlijk wat SVB vergoedt aan de CMC. Die is een beetje gedateerd, geloof ik. Dus dat is de minister Jesús Leitu op dit moment. Want er is een bezwaar ingediend. Er is een advies op het bezwaar. Om te kijken hoe wij, ik noem het nou, die gap kunnen dichten. Maar dat zal niet de uiteindelijke oplossing zijn. Het is een lange antwoord, want het is complex. Er is ook een ander structurele issue. Dat is onverzekerden. Bijvoorbeeld ongedocumenteerden. Die geen medische verzekering hebben, maar wel naar het hospitaal gaan. Er is een zorgplicht. Er wordt zorg verleend. Ja. En iemand moet voor die kosten opdraaien. Dus het is een multidimensioneel issue. Maar het is wel op te lossen. Ja, inderdaad, een wat langer antwoord. We hebben daarom. Ja, dat maakt niet uit, dat is geen enkel probleem. Ik moet dan wel doorgaan naar de vraag, we hadden het er net al over, die Menky Royer van Un Corsario Nos Tour heeft gesteld. Ik wou alvast van tevoren zeggen, bereid u voor, want hij is nogal subjectief gesteld. Ik stel een vraag, waarom heb je het zo slecht gedaan? Wat mankeerde jou? Waarom heb je het zo slecht gedaan?
wie zijn jouw adviseurs? Dat wil ik vragen. Van politiek en van regering en daar heb je geen kaas van gegeten. Je hebt er gewoon een potje van gemaakt de laatste 4 jaar. Dus dat is mijn vraag. Waarom heb je het zo slecht gedaan? Het is een bijzondere vraag. Ja, meendert. Laat me zo zeggen. Als de norm voor succesvol regering of goed doen Menkie Royer is, dan heb ik het heel goed gedaan. Laat me zo beginnen, maar nee. Ik ben zeer trots dat eind van deze week wij in ieder geval voor het eerst in de geschiedenis van Jongeland, autonoom Curaçao, een stabiele regering hebben gehad. Dus 4 jaar volledige periode. We hebben verschillende crisis gemanaged. Dat had wel consequenties natuurlijk voor de economie. De armoede die verergert. Als we het hebben over de COVID-pandemie. Maar we hebben een situatie geërfd met een financieel deficit van de 70 miljoen. Toen we aantraden in mei 2017. Venezuela, migratieproblematiek, de raffinerij die plat ligt. Het was niet makkelijk regeren. Maar ik denk, als je zelfs kijkt naar de werkloosheidsprognoses aan het begin van de COVID van 40% werkloosheid en op het eind 19%. Nou, dat is nog steeds niet goed, maar zelfs de IMF heeft bevestigd dat ze veel erger hebben verwacht. En als je kijkt wat de pandemie heeft veroorzaakt wereldwijd, en zelf in het Koninkrijk, denk ik dat Curaçao het best wel goed heeft gedaan. We kunnen altijd leren, maar ik vind het zelf dat wij het best wel goed hebben gedaan. En daarom vraag ik ook voor de steun om nog 4 jaar te kunnen doen. Met of zonder steun van mijn dokter. Duidelijk. Nou, ik wou inderdaad zeggen, mooi dat u toch een vraag stelt. Want ik kan geen vraag meer openzetten voor de volgende kandidaat. Want u bent de laatste. Ik ben de laatste. In de reeks van interviews in de aanloop naar de verkiezingen uiteraard. Daarna spreken we u graag alsnog een keer. Maar voor nu wil ik u heel veel succes wensen in de campagne nog. En in de verkiezingen aanstaande vrijdag. Dank u wel. En ik wil alle luisteraars toch aanmoedigen. Ga naar de stembureau, breng je stem uit, want dan hebben we hoge participatie en een uitslag met een legitieme regering. Eugène Ruggenaat, dank u wel.